Hey, what's good team? Mijn naam is Steven Vecht en super tof dat jij weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag gaan we het hebben over wat jongens als eerste zien bij een meisje. Oké jongens, ik heb echt super tof nieuws, want ik heb jullie al gewoon om de dag uploaden. Gisteren begon op zijn kanaal en vandaag op mijn kanaal en morgen weer op zijn kanaal, overmorgen op mijn kanaal. Oké, dus hopelijk heb je er zin in dat we extra video's gaan uploaden. Vind je dat ook? Like dan even snel deze video, want ik heb echt super tof. Oké, dus de meeste van jullie komen van mijn video's jongens, meisjes. Maar dat heb ik een hele tijd niet meer gedaan. Maar vandaag dacht ik van, wajo, oké. Ik heb echt super chill idee. Kan deze video de 2000 likes halen, dan ga ik ervoor zorgen dat ik elke week een jongens, meisjes video maak. Nou, dan komt er elke week een jongens-meisjes video vanaf nu tot het einde van mijn hele YouTube leven. Oké, dus wees niet te lief en smash je hele like button kapot. Pot, maakt niet uit, ook al gaan we over de 2000 een week zeker dat jullie het helemaal chill vinden. En laat ook meteen even achter in de reacties, gewoon, maakt ook niet uit, spam het gewoon onder, weet ik gewoon. Spam alles gewoon even onder, gewoon even chill. En dan gaan we vandaag, gaan we het hebben over wat een jongen als eerste ziet bij een meisje. Oké, dus stel je gaat uit en een jongen wil je al fixen en dan let hij op deze dingen. Als allereerst, stel je hebt een heel mooi hoofd, gewoon een mooi gezicht, dan ben ik al blij. En het is gewoon echt, waar ik opval, is gewoon meisjes die gewoon een beetje een wat strakkere kaaklijn hebben. En het moet niet strak, niet dun. Het is gewoon wel iets, ja, ik weet niet. Er moet wel wat vel op zitten. Het moet niet zo dun kopje hebben. En waar ik ook opval is ogen. Je moet gewoon mooie ogen hebben. Heb jij mooie ogen, dan is het gewoon helemaal super. Dan, wow. Oké, nummer 2 waar ik echt heel erg naar kijk is als een meisje hoe zij haar haar doet. Stel, jij doet echt heel veel moeite voor je haar en het zit echt heel mooi. Dan weet een jongen van, oké, zij doet veel moeite. Pff, zo, die komt omhoog. Dus, dan weet een jongen, zij doet veel moeite, dus weet je, ze is netjes. Maar stel, je hebt je haar echt zoals ik, dan weet een jongen van, ja, die is net zoals Steven, die ruimt niks op, die doet nee. Nee, dan denkt een jongen meer van, oké, ze doet wat minder veel moeite voor haar, gewoon, ja, ze doet wel veel wat minder moeite om mooi uit te zien. Oké, waar een jongen ook heel erg naar kijkt, is hoe een meisje loopt. Stel, jij loopt echt heel arrogant, dan weten we het al. Dan ben je ook heel arrogant. Maar stel, je loopt echt gewoon als een model. Dus waarom doe ik dat? Of je bent gewoon echt zo'n high-class dametje, of je bent een model. Oké, waar een jongen natuurlijk ook naar kijkt bij een meisje, dit is gewoon niet te ontlopen, dit is gewoon waar. Haar lichaam, onze dikke tieten en een dikke reden heeft, ja. Maar stel je dikke tieten en je dik kontje, nou ja, dan weten we het wel. Oké, waar een jongen ook heel erg op let, is of een meisje je lekker ruikt. Stel, je ruikt echt vet lekker, dan ben je binnen. Bij mij ben je binnen hoor. Als je lekker ruikt. Oké, jongens, we hebben bijna de 60.000 abonnees. Dus, wil je ook zo raar dat Steven Vecht de 60.000k haalt? Deel deze video even met je vrienden. Dat is echt super zijn, maar we moeten sowieso even die 2000 likes halen. En dan zie ik jou met je leuke koppie weer later. Oh ja, en vergeet ook zeker niet deze en deze video bekijken.